Goedemiddag, ik werk voor de politie-eenheid Den Haag. Ik ben fulltime bezig met vuurwerkzaken. Eigenlijk alles wat met vuurwerk te maken heeft, zowel legaal als illegaal vuurwerk. Momenteel staan wij hier met het Mobiel Media Lab om informatie te geven over vuurwerk. En niet alleen over vuurwerk, maar ook om de meldingsbereidheid van de burger wat te vergroten. Momenteel is alleen het vuurwerk toegestaan, wat dus alleen op de laatste 3 dagen van het jaar in de Nederlandse winkels te krijgen is. Nou, we zien wel dat er steeds meer mensen toch een melding gaan maken van het opslag van vuurwerk, omdat de gevaren van vuurwerk gewoon ook steeds groter worden. Vuurwerk wat uit België komt, voldoet niet aan de Nederlandse eisen, met als gevolg dat het een massa-explosief zou kunnen worden. En een massa-explosief, dat betekent dat als vuurwerk ontploft, dan ontploft dat niet stuk voor stuk, maar dan ontploft alles tegelijkertijd. Ook als u weet dat er ergens vuurwerk opgeslagen ligt of een van uw buren zwaar vuurwerk in huis ligt, kunt u dat ook melden. Nou, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden via het algemene politienummer 0900 8844. Als u vuurwerk knallen hoort en u heeft een signalement of een kenteken, mag u voor mij ook 112 bellen. En er is uiteraard ook nog een mogelijkheid om meldmisdaad anoniem te bellen. En dan kunt u geheel anoniem uw melding kwijt. De Enschede vuurwerkramp in het jaar 2000, dat willen we gewoon voorkomen.